Hi, welkom. Welkom in Motivatie Maandag. Zoals je weet, bij Motivatie Maandag bespreken we 3 punten. 1. Hoe was mijn afgelopen week? 2. Wat is de quote van deze week? En 3. Hoe ziet mijn aankomende week eruit? Laten we maar beginnen. Kom bij punt 1. Hoe was mijn afgelopen week? Ik zeg eerlijk, de week is zo snel voorbij gegaan. 1. Het systeem gewoon werkt gewoon. Dus dat is mooi. Het nieuwe systeem werkt gewoon. En 2. Uitspraken die ik heb gehad, ging het soepel. Want alles is gewoon geregeld. Dus dat is wel fijn. En 3. Ik heb even met de videograaf gezeten. En die heeft mij een aantal tips gegeven wat ik beter kan doen. Om het leuker te maken. Dus binnenkort komen nieuwe dingen aan waarvan ik denk, oké, dat wordt gewoon heel leuk. En zo was mijn week. Mijn week was gewoon snel voorbij. Laat me weten hoe jouw week was. En dan komen we bij het tweede punt. De quote van deze week luidt: Don't be afraid of your fears. They are not there to scare you. They are there to let you know that something is worth it. Wat betreft deze quote, ik ben het al zover eens met deze quote. Alleen ik zie angst meer als een middel om mij wakker te houden. Om ervoor te zorgen van, hey, dat vind je belangrijk, daar moet je naartoe werken. En dit gebruik ik vaak bij onderhandeling, of soms bij dingen die ik doe. En dan zien mensen ook, als ze met mij onderhandelen, dan zien ze van, hey, ik ben er, jij bent er, jij hebt bepaalde belangen. We gaan kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Als we niks voor elkaar kunnen betekenen, dat is eind altijd. Zo zie ik deze quote. Laat me weten hoe jij er tegenaan kijkt. Kom bij het derde punt. Hoe ziet mijn aankomende week eruit? Gelukkig deze week heb ik maar 1 afspraak staan, dat scheelt. En aankomende week ga ik een paar cursussen afmaken. Dus het gaat over de cursus auteursrecht en de cursus webwinkel. Ik ga daarin de cursus precies uitleggen wat de regels precies zijn als het gaat om auteursrecht en webwinkelrecht. En daarna geef ik je in die cursus tips hoe je ermee omgaat. Dus al die cursussen worden deze week nog bewerkt. Dus dat is heel mooi. Aan de andere kant, ik ga die deadline gewoon halen. Daar heb ik vertrouwen in. Dus gewoon die documenten op tijd af hebben. En zodra ik die alles geregeld heb, dan is het gewoon Koningsdag aan het einde van deze week. Dus dat is een beetje chillen werken. Dus vandaar, laat me hieronder weten hoe jouw week eruit ziet. En tot in de volgende video.